allemaal van harte welkom bij de holting van de Marke Twekkelo. We hebben een holting hier in de wei. Dus 150 jaar geleden had je in Twente allerlei markers. De Marke Lonneker, de Marke Usselo, de Marke Boekelo, maar ook de Marke Twekkelo. En er werd één keer per jaar vergaderd. Dat noemde men een holting. Er werden ook wat disputen beslecht. Daar komt het woord holterichter vandaan, de voorloper van de huidige rechter. Dus dat is een hoop historie die hier vandaag in 2023 weer terugkomt. En nu hebben jullie iets bijzonders met deze grond. Wat is hier gebeurd? Het is natuurgrond. Die natuurgrond hebben wij vorig jaar november met z'n allen hier in Twekkelo gekocht van de provincie. Dus met elkaar geld bij elkaar gebracht om dit voor elkaar te krijgen. We hebben hier 3600 bomen geplant en op die manier zorgen we ervoor dat de natuur die hier is, dat die hier blijft. Dat is heel belangrijk voor het buitengebied. En de grote grazers van Jelle die gaan het onderhoud hier verrichten? Ja, die zwart-witte grasmaaiers op vier poten die helpen ons hier met begrazen. Als we het allemaal zelf moeten doen, dan worden we er te druk mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat ik heel mooi vind is dat hier met elkaar zeg maar grond wordt gekocht en dat samen in natuur behouden blijft. En dat vervolgens ook wordt opengesteld met zo'n stiefelpad, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dus een mooie ontwikkeling voor Twekkelo en ook voor het buitengebied voor Enschedeërs en Hengeloers. En dan met de koelie van Jelle erbij, dat is een plaatje. Wat zegt dit bordje? Nou ja, weet je, ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om met lakenvelders iets te gaan doen. Een oud-Hollands dubbeldoelras. En mij niet realiserende dat er nog maar zo weinig waren. 30, 35 jaar geleden waren er nog 250 over de hele wereld. En toen ik dat eenmaal gedaan had, toen ging ik me erin verdiepen. En eigenlijk wat wij ontdekten is, dat klinkt heel raar, maar als je koeien slacht, hou je het ras in stand. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar als je goed nadenkt, als je kalfjes krijgt, net zoals bij mensen, de helft is stier. En als je die nou groot brengt, 2,5, 3 jaar, gewoon water, gras, 's winters hooi, verder niks, geen kracht voor, geen niks. Je kunt tegen iedereen zeggen, daar is hij geboren, dat heeft hij gegeten en dit is het stukje vlees wat je dan eet. En nou, dat werkt gewoon heel goed. Hij is voor mij een van de voorbeelden hoe dat je eigen ras in stand moet houden door het te gebruiken. Niet door het in de dierentuin te zetten of in de spermabank, zeg maar, dat het in de diepvries blijft. Een ras kan alleen maar goed blijven bestaan als het ook actief mee gefokt wordt en gebruikt wordt. Ja. Nou, en dat is geweldig, want dat zijn voorbeelden waar anderen misschien enthousiast van worden, ook gaan proberen. Nu heet het koeien van Jelle, maar er staat iemand naast jou. Moet het eigenlijk niet de koeien van Jelle en Evelien heten? Ja, of van Evelien en nou, Jelle zelfs. Ja, maar het begon toch echt wel degelijk als koeien van Jelle. En hij heeft me er gewoon langzaamaan helemaal in mee besmet. We zijn echt samen gaan ondernemen. En wat natuurlijk ook wel heel mooi is, is dat we de tijd eigenlijk heel erg mee hebben. Want wij vinden eigenlijk met betrekkelijk gemak, zeker hard werken en heel veel rondtoeteren dat we bestaan, ook onze klanten. En mensen willen gewoon heel graag weten wat ze eten, minder vlees, maar als dan goed vlees. En dat, ja, die behoefte kunnen wij ook aan voldoen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Dat wisten we in 2015 niet helemaal zeker, dat dachten we wel, maar zo pakt het ook wel uit.